Goeiedag, welkom. Voor de mensen die zich hebben geabonneerd op mijn kanaal, super bedankt daarvoor. Daar ben ik heel blij mee. En voor de mensen die nieuw zijn, jullie kunnen jullie natuurlijk ook abonneren. Doe dat op de rode button van abonneer. Want bij 250 abonnees geef ik dit deck weg van de Spirit Animals. En ik ga een aantal readings weggeven. Dus ja, mocht je dat leuk vinden, dan meld je dan aan. Ja, dan gaan we verder met de reading. Een algemene reading van het teken Weegschaal. Weegschaal, hoe gaat het met jullie? Ik heb de kaarten al geschud. Wat ik al vaker zeg, ik doe dat. Dan kan ik me beter concentreren. En dan, ja, dat voelt wat beter voor mij. Ik heb hier de Page of Cup, de kelken. De Pentakels 8, munten 8. En Temperance. Oké, nou dat zijn hele mooie kaarten, Weegschaal. Balans, nou jullie zijn natuurlijk Weegschaal, maar Temperance heeft dus met balans te maken. Ik zie hier een liefdesaanzoek misschien. Of op emotioneel vlak. Het kan ook zijn dat jij met iets nieuws bezig bent. Dus misschien wil je ontwikkelen ergens ja, iets nieuws in. Je ziet hier, hij heeft al hard gewerkt voor een aantal dingen. Maar ik zie ook dat je dus misschien een nieuwe studie gaat doen. Of je wilt ontwikkelen. En misschien heeft dat met een emotionele kant te maken. Want ik zie twee emotiekaart. Dus ben je misschien... ja, op zoek naar jezelf. Of ben je een studie begonnen. Of een, ja, zoiets. Of misschien een nieuw werk. Dat kan allemaal. Maar er is ook een aanzoek. Of in ieder geval een liefdesvoorstel. En ja, het grappige is, iedereen kijkt deze kant op. Dus dat vind ik ook altijd wel mooi van die kaarten. Maar ja, ik zie dus dat je hard bezig bent of met jezelf. Maar de, ja, ik zie eigenlijk hele mooie gebalanceerde kaarten. Vooral deze. Dus ja, je ziet het ook. Ze heeft twee cups in haar handen en daar balanceert ze mee. Dus dat is met emotie. Je bent emotioneel in evenwicht. En tenminste, dat komt eraan. Maar daar ben jij dus voor aan het werk. Je doet iets wat je misschien emotioneel vervult. Dat zie ik ook. Ik ga nog eventjes wat engelenkaartjes brengen. Maar het ziet er hartstikke goed uit, Weegschaal. Laat me weten waar je mee bezig bent. Of dat jullie misschien inderdaad een liefdesaanzoek krijgen. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, hè? En misschien is alles gewoon heel stabiel bij jullie. Liefde en werk. En ben je inderdaad aan het ontwikkelen. En ben je met iets nieuws bezig. Omdat je zoiets had van, nou ja... Dat geeft mij het stabiliteit. Die vliegt eruit. Ik reflecteer op waar ik spijt van heb. En laat het dan los. Act on what you need. Dus ja, misschien kan het zijn dat je inderdaad in het verleden dingen hebt meegemaakt. Maar dat je nu weer in balans bent. Dat jij dus weet wat je nodig hebt. En ja, dat je dat nu heel goed weet los te laten. En keuzes hebt daarop hebt gemaakt. En misschien aan jezelf aan de slag bent gegaan. Van wat wil ik nu in mijn leven? Misschien ga ik gewoon heel iets anders doen met mijn leven. En ga ik proberen het beste eruit te halen. En ja, als je dat doet, lieve Weegschaal, dan komt, ja, dan komt alles goed. Want... en jij voel je emotioneel goed en gebalanceerd, dan ja, gaat de rest ook voor de wind. Zo gaat dat vaak. Kolibri, wees nu en hier. Hele mooie kaart. Nummer 29, die ga ik eventjes voorlezen. De vleugels van de kolibrie gaan zo snel dat het lijkt alsof hij als een helikopter stil in de lucht hangt, terwijl hij de honing diep uit de bodem zuigt. Deze kaart herinnert je eraan dat je de zoete schoonheid van het leven kunt vinden in de eeuwigdurende momenten die... Dit tijdloze heden, hier en nu, word je de persoon die je graag wilt zijn.
om de ervaringen te hebben die je graag wilt hebben. Richt je aandacht op de bloem voor je, want wat je graag wilt staat al voor je klaar. Ja, overal is bloesem. De keuzes kunnen overweldigd zijn. De kolibri geeft je de boodschap en vertelt je dat je niet naar iets beters hoeft te zoeken, want alles waar je naar verlangt en wat je wenst ligt recht voor je. Nou, dat zie je ook, hè? Je bent dus eigenlijk al aan het creëren wat je dus wilt. Dus dat is wel heel mooi, dat is eigenlijk gewoon, daar ben je al mee bezig waarschijnlijk. Want alles waar je naar verlangt en wat je wenst ligt recht voor je. Deze waarheid komt tot je als je stil wordt. Verbonden met de spirit die onvoorwaardelijk van je houdt en altijd voor je zorgt. Nou, dat is ook zo. Jij bent al bezig met... Ja, dat is ook jullie teken, hè? Verbinden. Dus jullie houden van harmonie en balans. En dat zie je natuurlijk hier ook, hè? Die balans. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi. En ja, jullie zijn aan het creëren. Dus jullie zijn waarschijnlijk met iets bezig... Wat je gewoon voor langdurige tijd stabiliteit geeft. En dat is natuurlijk heel mooi. Want dat is... Ja, dat jullie hebben heel goed door dat jullie in het hier en nu moeten zijn. En dat het wat je creëert, dat voor je ligt. En daar ben je echt mee bezig. Dat voel ik. En dat zie ik ook aan deze kaart. Dus weegschaal, super mooi. Ik wens jullie heel veel kracht toe. En creëer wat je wilt, want je kan het. En je ziet, er komt ook iets anders. Er komt ook een voorstel aan. En of dat met liefde, vaak is dit wel in liefde, maar het kan ook emoties zijn. Of nou ja, dat je zelf in de emotie, dat dus in balans is. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Dus lieve weegschaal, ik wens jou daar heel veel, succes mee met waar je mee bezig bent. Zet hem op, want het brengt je het succes wat je wilt en dat is natuurlijk heel mooi. Voor nu heel erg bedankt en mocht je deze video nou leuk vinden, doe een duimpje omhoog en abonneer je. En druk op het belletje, want dan krijg je de video als je het... Als ik er weer een upload in je mailbox. En zo kan je meteen de video bekijken. Voor nu bedankt en een hele fijne dag. Doeg!